Welkom bij weer een nieuw Samenlands Journaal. De zomer is alweer begonnen en het schooljaar is bijna voorbij. Dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo erg. Maar voordat het zover is, kijken we eerst nog naar dit journaal. We zien bijvoorbeeld hoe leraren hun leerlingen straffen, welke het minst erg is en welke het erg straft. Verder zoeken we uit waarom we niet eerder bepaalde vakken kunnen laten vallen. Bekijken we het tutorsysteem en de activiteit in de activiteitenweek en nog veel meer. Hallo, hallo. Ah. Sommige vakken zijn favoriet, andere zouden leerlingen het liefst willen laten vallen. Na wat rondvragen blijkt dat Frans, wiskunde en geschiedenis niet altijd geliefd is. Zouden we die vakken zomaar kunnen laten vallen? Of zouden de lessen leuker gemaakt moeten worden? Heel veel kinderen vroegen zich af, kan je vakken al eerder laten vallen in de tweede klas? Dat kan op dit moment niet. En niet omdat we dat niet zouden willen. Maar omdat er wettelijke eisen aangesteld zijn. En wat zijn die wetten dan? De wetten bepalen dat alle leerlingen die moeten nog het keuze hebben om een profiel te kiezen aan het einde van de derde klas. En in de tweede klas weten heel veel kinderen nog niet precies welk profiel ze gaan kiezen. En dan kan het zijn dat ze de verkeerde keuze maken. Nee, ik denk dat het nodig is om dan misschien wat minder stoffig te maken soms. Soms zijn het wel hele saaie feiten. Het is voor een leerling in de eerste klas of in de tweede klas heel erg moeilijk om te begrijpen waar een vak voor dient eigenlijk. Hè? Waar een vak goed voor is. Soms hoor ik wel eens dat kinderen Frans toch wel ingewikkeld vinden. Misschien komt het ook doordat de Franse sporen die nog in de Nederlandse taal terug te vinden waren steeds meer verdwijnen en steeds meer Engels. Ook in het Nederlands erbij komt. Maar op zich, het is natuurlijk teleurstellend, want het is natuurlijk de allermooiste taal die er is. Ik zou Frans willen laten vallen, omdat het heel moeilijk is en allemaal woordjes zijn veel te veel. Latijn. Geschiedenis. Frans. Sowieso adres. Wiskunde. Ik zou denk ik Nederlands laten vallen, omdat... ik vind het al een beetje overbodig dat je allemaal moet weten welk woord wat is. Ik denk wel, als je het mij vraagt, vind ik die afwisseling heel erg belangrijk. Dat je als leraar afwisseling brengt in de manier waarop je les geeft. Of vaardigheden waarvan ze denken van, nou, waarom moet ik dat kennen? En dat ze dan misschien later, als op het hbo of universiteit zitten, denken, oh, daar heb ik toch nog wel wat aan gehad. Maar dan nu denk je van, nou, boeien. In bijvoorbeeld de activiteitenweek doen we veel dingen buiten de lessen om. Maar hoe worden de activiteiten gekozen? En zijn er nieuwe ideeën? Wie kiest de activiteiten van de activiteitenweek? Dat doen meneer Speel en ik. Vaak kijken we van wat is de afgelopen jaren gedaan. En overleggen we nog met mevrouw Kroon of zij het allemaal goed vindt. En dan kiezen we samen een programma. Wat vond je van de activiteiten en activiteitenweek? Leuk. Wat vond je leuk? Klimmen. Ik vond het leuk, maar niet heel leuk. Wat vond je leuk en wat vond je niet leuk? Ja, ik wou eigenlijk liever met wat andere klassen iets doen. Dus met meer vrienden van andere klassen en zo? Ja. Dus wat voor activiteit zou je anders willen, behalve vrij? Ah, natuurlijk gewoon zwemmen. Zwemmen? Altijd. Want je zit op waterpolen, toch? Nee. ik vond het wel leuk, het bolen, maar het musea vond ik niet leuk. Want wij zijn natuurlijk ook maar met z'n twee mensen die dingen proberen te bedenken. En we proberen voor iedereen wat erin te stoppen. Dus van alles wat. Maar als jullie zelf met ideeën komen, dan kunnen wij dat natuurlijk gewoon erin voegen. Veel leerlingen vinden de kluis te klein. Wat kan er beter? Wat vind jij van de kluis op deze school? Ja, ik vind ze iets te klein, dus ze moeten wel groter worden, ja. Hoe groot ongeveer? Kan je een beetje aanwijzen hoe groot die moeten? Zoiets. En er zitten heel veel piemels op getekend. En dat moet weg. Hou je daar niet van dan? Nee. Wat vind je van de kluisjes op deze school? Achterlijk klein. Ik ben een sexy motherfucker. Ik heb minimaal 2 kluisjes de ruimte nodig. Alles wordt nat wanneer ik regenkleding meeneem. Ik kan niks erin stoppen. Geen beeldenvorming werk, niks. Dat wordt allemaal genakt. Kijk, mijn kluisje is hier. Kijk hoe groot ik ben. Ik ga potverdomme door mijn rug om bij mijn kluisje te komen. Het staat midden in de gang. Ik word omvergelopen. Denk eens na. Spend op ons, niet op jezelf. Word jij wel eens uitgestuurd of krijg je wel eens straf? En van wie dan? Wij gingen op onderzoek uit. Geeft u vaak straffen? Geef ik vaak straffen? Wat is vaak? Elke les? Nee, niet elke les. Ik vind het wel leuk om elke les te dreigen met straf. Maar dat is meer een soort van
grap of zo dan dat het echt gebeurt. Maar straffen uitdelen is altijd wel leuk. Geeft u veel straffen? Zelf niet. Ik stuur wel vaak mensen eruit. Zo 6 keer per jaar. Nou, volgens mij heb ik wel een keer iemand wat over laten schrijven. Maar dat is ook al heel lang geleden. Telefoon afpakken heb ik 1 keer gedaan. Toen ben ik hem bijna kwijtgeraakt. Godzijdank heb ik hem teruggevonden. En ja, kinderen eruit sturen. Maar voor de rest, weet je nog leuke? Meneer Wemel van Nederland heeft een keertje een klasgenoot een koude douche gegeven met een fles water. De straf vind ik wel redelijk aan de ene kant, maar aan de andere kant mogen ze ook wat minder. Want na 2 keer uit worden gestuurd, dan al een strafmiddag. Vind ik een beetje raar. En vinden jullie de straffen bij ons op school terecht? Dus vinden jullie dat ze zwaar genoeg zijn of te licht? Of... Ik vind ze soms een beetje onredelijk. Totaal eigenlijk. Ja, leraren zijn echt veel te streng. Wat vind je van de straffen bij ons op school? Soms vind ik het terecht. Zeker als kinderen gewoon heel erg vervelend doen. Maar soms denk ik dat het ook wel iets strenger kan. Omdat het dan gewoon... De les niet kan volgen. Ben je er wel eens uitgestuurd? Ja. Ik niet, nee. Ben je er nog mee uitgestuurd? Nee. Oh. Ik vind het best wel streng. Je wordt er soms best wel vaak uitgestuurd. Maar sommige leraren zijn ook weer, of docenten, die zijn ook weer goed met straffen. Die geven je vaak goede kansen. En we hebben van leerlingen gehoord dat ze het vaak vervelend vinden. Dat bij de ene docent kun je veel meer doen voor je eruit wordt gestuurd. En bij de andere docent... Als je je telefoon al aanraakt, wordt je gelijk uitgestuurd. Hoe staat u er tegenover? Tegenover die ongelijkheid? Ik denk eigenlijk wel goed. Zo is het in het echte leven ook. De ene heeft gewoon eerder een grens dan de ander. En dat moet je als leerling ook mee leren omgaan, ook daarna. Nou, is het natuurlijk wel goed dat je als leraar van tevoren goed aangeeft waar jouw grenzen liggen. Zodat ze wel allemaal weten wat te wachten staat. Geeft u vaak straffen? Zo, nou, ik hoop het niet eigenlijk, want ik hoop dat altijd te voorkomen als dat even mogelijk is. Eerder nablijven dan eruit sturen. Uitsturen is echt het allerlaatste wat ik doe. Dus eigenlijk als ik je eruit stuur, dan weet je wel dat je echt te ver bent gegaan. Ik denk dat sowieso als je het kan voorkomen, dat je het moet voorkomen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat de orde gehandhaafd wordt. Dat er een goede sfeer is in de klas. Ja, ik denk dat ik in het begin, toen ik pasdocent was, vaker straf gaf. Omdat ik dacht dat dat de weg was. En nu geef ik eigenlijk niet zo vaak mijn straf. Ik hoop gewoon dat ik met iedereen redelijk kan werken. En dat ik van de leerlingen ook wel kan verwachten dat ze op een normale manier met mij omgaan. Dus ik geef eigenlijk helemaal niet meer zoveel straffen. Sinds kort hebben we een tutorsysteem op het Samans Lyceum. Leerlingen uit de bovenbouw helpen leerlingen uit de onderbouw. Hoe werkt dat? Hoe kunnen de kinderen aan een tutor komen als ze er eentje willen? Als een leerling een tutor wil, dan geeft hij dat vaak aan bij de vakdocent of de mentor. En die communiceert dat eigenlijk aan mij door, waardoor ik een koppeling ga maken voor die leerling voor een bepaald vak. Wat vind je van tutors en dat kinderen bijles op deze school krijgen? Ja, wel goed, want niet iedereen... snapt alles. En als er dan iemand anders uit de 4e klas het wel snapt en het heel erg goed snapt, dan kan die het uitleggen op een manier dat de kinderen het meer begrijpen. Wat is jouw taak als tutor? Bijles geven aan de kinderen en ze uitleg geven als ze hulp nodig hebben bij bepaalde sommen of problemen. Wat vind je ervan dat de school de mogelijkheid geeft om een tutor te nemen? Dat vind ik wel slim, want ja, sommige leerlingen hebben dat nodig. Ja, ik heb zelf ook een tutor voor wiskunde. En wat wordt er allemaal gedaan? Dus hoe werkt het en dat soort dingen? Je gaat gewoon naar school, naar die tutor toe. En dan krijg je extra bijles over het vak wat je moeilijk vindt. En dan kan je extra vragen stellen. En hoe kan je zo'n tutor krijgen? Nou, dan moet je met je docent bespreken waar je het vak moeilijk van vindt. Of met je mentor. En dan wordt een tutor op school aangewezen. Zit er ook kosten aan vast voor de leerlingen die een tutor willen? Ja, de leerlingen die een tutor willen, die moeten zelf de kost betalen. Dus er wordt altijd eerder met de ouders gecommuniceerd. De kosten daarvoor zijn namelijk 8 euro per 60 minuten bijles per week. Okay, en krijgen de kinderen die een tutor zijn ook geld ervoor? Je bedoelt de leerlingen die de bijles geven? Ja, de tutor. Ja, de tutor zelf die krijgt eigenlijk de kosten van de bijlesleerling, dus die 8 euro per week. Ja. Als vergoeding. Aan het einde van het vorige journaal werd bekendgemaakt dat meneer Van Drunen op de 2e plek was geëindigd als favoriete docent. Nu gaat hij ons verlaten. Wat zullen we hem missen? Ik begin met 4 maanden reizen en daarna heb ik eigenlijk 2 opties. Ik blijf of voor mijn leven in Zuid-Amerika of ik ga gewoon met pensioen gelijk daarna. En ik twijfel nog een beetje. Het lijkt me allebei wel heel leuk eigenlijk. Waarom wilde u eigenlijk weggaan hier?
Dat is een goede vraag. De grootste reden was denk ik jij. Ja, ook een hele hoop andere leerlingen natuurlijk die ik niet mocht en zo. En ik denk dat de leerlingen het grootste probleem waren. Maar daarnaast waren alle collega's ook echt... Ja, ik kon niet zo goed mee opschieten en zo. En het werk is natuurlijk ook eigenlijk helemaal niks. Je de hele dag met kleuters om je heen en vette drukte om je heen de hele tijd. Dus ja, ik denk dat het gewoon even te veel werd allemaal. Ja. U gaat nu niet meer elke avond een piepje in uw oren horen. Dat vindt u toch wel fijn, hè? Ja, zeker. Ik neem hem denk ik wel mee ten aandenken dat ik gewoon elke... Deze bedoel je toch? Ja. Die bedoel je, ja. Ik denk dat ik ook wel beter ga horen weer als ik niet meer achter al die gillende kinderen sta de hele dag. Het schooljaar is voorbij. Hoe kijken de leerlingen terug op het schooljaar en wat gaat iedereen doen in de vakantie? Wat vond je van dit schooljaar? Heel leuk. Ja, leuk. En is er iets wat je echt speciaal heel erg leuk vond aan het schooljaar? Ja, dankjewel. Ja, ik had mijn Rome-reis dit jaar gehad, dus dat was wel echt een hoogtepunt. Dat is waar je, als je op gymnasium zit, is dat wel eigenlijk waar je het allemaal voor doet en voor de rest, ja. Ik vond het op zich wel een leuk jaar dit. Nou, ja, het was best wel gezellig. En ik heb veel geleerd. Wel goed, alleen veel onvoldoendes. Wat vonden jullie het leukst dit schooljaar? Ja, wij zijn het wel over eens dat we de Berlijnreis het leukst vonden. En ja, dat was gewoon vet leerd. Ja, ik ben blijven zitten, dus het was niet zo voor mij niet echt het meest geweldige jaar. Maar op zich, het was niet verschrikkelijk. Het ging best wel goed met school en zo. Op een gegeven moment. En nu wat minder. Oké, en wat vonden jullie minder leuk dit schooljaar? Nou, wat ik altijd al vervelend heb gevonden zijn de handdraaiers in de wc's. De wc's die echt lang overduren of dat je handen echt droog zijn. Heb ik me dit jaar ook wel heel erg aan geïrriteerd. Wel fijn dat je daar op wijst. Hoe vond je het schooljaar? Ik vond het wel een leuk schooljaar. En was er iets wat je extra leuk vond van dit schooljaar? Ja, de sportdag. Ik vind het alleen jammer dat als het heel mooi weer buiten is zoals nu, dat je dan binnen in een klaslocatie moet zitten. Maar ja. Dat is inderdaad vervelend, maar gelukkig komt de zomervakantie er bijna aan. Gaan jullie iets leuks doen deze vakantie? Ik denk het wel, ja. Ja, ik ga wat leuks doen. Ik ga een goede vakantie met mijn ouders naar Amerika, dus ik ben tevreden. Dat is wel een biekse vakantie houden. Uiteindelijk was het dus een bijzonder, normaal, Zaanlands schooljaar. En dat is dus eigenlijk maar goed ook. Fijne vakantie en tot volgend jaar. Doei! Doei!